In deze video bespreken we het lichamelijk onderzoek bij de dehydratie. Als een kind zich presenteert met in de anamnese risico's op dehydratie, zoals minder drinken, veelvuldig braken, ernstige diarree of minder plassen, is het van belang bij lichamelijk onderzoek te beoordelen of het kind niet gedehydreerd is. Ook acuut gewichtsverlies kan duiden op dehydratie. Vraag naar een recent gewicht en meet het huidige gewicht. De vitale parameters kunnen een aanwijzing geven voor dehydratie, zoals tachycardie, een zwakkere pols of een verhoogde ademhalingsfrequentie. Beoordeel eerst bij de algemene indruk de mate van bewustzijn. Is het kind normaal alert, geagiteerd of juist apathisch? Daarnaast kijk je of er sprake is van diepliggende ogen, droge slijmvliezen of huilen zonder tranen. Bij jonge kinderen beoordeel je de fontanel. Een ingezonken fontanel is een teken van dehydratie. Je kijkt ook naar de capillary refill. Een normale capillary refill duurt maximaal 2 seconden nadat je het sternum 5 seconden hebt ingedrukt. Verder beoordeel je de huidturger. Hiervoor klem je een stukje huid van de buik licht in. Als het langer duurt voordat de huid terugveert, kan dit passen bij dehydratie. Ten slotte zullen bij gedehydreerde kinderen de akra koud aanvoelen door een verminderde perifere circulatie.